We zijn hier in Utrecht en we zijn aanwezig op een heel gezellig punkfeestje. Erwin is nog een echte punker, heb ik begrepen, toch? Ja, dat klopt wel. Eentje die is blijven hangen. Word je geboren als een punker? Nee, dat is een levenslijn van een punker, eigenlijk. En een punker hoeft niet uit een gezin te komen wat armoede is of waar mishandelingen voorkomen. De jongens dreigen op straat veilig gevoelen. Maar dat kan ook uit gezinnen zijn waar de ouders multimiljonair zijn. Een jochie van 15 jaar die kan bijvoorbeeld niet met een t-shirt lopen met anorgist erop, met de A. En waarom niet? Voor het feit gewoon, die jongen die gaat naar huis toe. Hij heeft thuis iets fouts gedaan en de moeder is boos en die stuurt hem naar zijn kamer toe. En dan mag hij daar lopen mekkeren en lopen huilen en dat hij op zijn donder heeft gehad. Ja. Hoe kan zo'n jongen nou van 15 jaar met een anorgistisch shirt lopen? Als ik niet zo naar buiten ken, dan sluit ik mij even op en dan kom ik niet naar buiten. Lekker belangrijk.